Ook bij de familie Plankaert wordt duchtig besproken hoe de feestdagen geregeld moeten worden. Zeg, Chris, nu draai je die feestdagen in het water te vallen. Wat is het toch? Ja, maar dan moeten we de ratten moeten uithalen, niet? En wat? Zie de hulder weer de feestdagen hier haar slagen? Ik niet, ze. Ga je blijven zoeken, zeker? Ben ik het ons benieuwd of Francesco nog in de winkels is geraakt voor de cadeaus? De gastjes was onverantwoord druk in de winkelstraat, maar ik heb toch voor iedereen een prachtig geschenk gevonden. Hier, gepikte veloos van een tor. Krom sla, lekker. En hier, voor de sfeer erin te brengen, moet kijken, kijk. Een lolbroek. Ah, kijk, ze werkt nog. Allee, joh. En ik heb nog iemand gevonden die mee wil vieren. Ah, maar dat was bij mij. Is hij nu weer een therapeut gekropen? Oh, dit is wel een beetje dieper moeten roven. Amai, amai. Motrelen of niet, ik ben kijk, heel blij dat ik straks kerst kan vieren bij al mijn kinderen. Hè. En vooral bij de kleinste hier. Hè. Zeg, papa, dat is niet uw klein, dat is mijn dochter. Wat? Is dat echt? Ja. Maar, nee, dat wist ik niet eens in de dikke proficiat met uw dochter. Onverdomme. Ja, ik kan dat niet verwachten dat ik hier allemaal gaan bijhouden. Hè. Wie is wie? Die gast hier nog spijzen met de zon, ik weet niet. Maar nee, papa. Voor de 100ste keer, die gast naast is mijn man. Ah, zo. Dus eigenlijk zijn hij trots met je broer. Holle ze smerige kieszakken. Ja zeg, Frank van den Broeke zegt dat we niet door het huis mogen om naar de tuin te gaan. Ah, maar daar heb ik iets op gevonden. En voilà, en dan kruip hij zo over het huis tot in de tuin. Ja, maar nee, dat is vals spelen. Luister een keer, Frank van den Broeke is zelf een valse speeltje. Hij had een garage vol met doping, hé. Dat is een andere Frank. We hebben wel allebei leuk bassen nog een leuk gewonnen, hé. Maar dat is niet waar, heeft hij dat nooit gewonnen? Ah ja, maar ja, ik heb gisteren wel dingen, Cluedo gewonnen, hé. Maar heeft hij dat ook niet gewonnen? Maar ik heb wel meegedaan, hé. Zeg, wat zijn we al aan het doen? De dekker aan het opleggen. Ah ja, maar nee, hé. Straks is het feest, dan moet het dak eraf. Ah ja, we terug naar beneden. Yep. Het is kerstavond en de normaal vrij verlegen junior zorgt voor een luchtige noot. Zeg, ik heb een kleine mening. Ik heb als knuffelcontact Shanna gekozen voor deze kerst om... Dus als die enigste naar het toilet mag, dan moet ons niet beter mee gekozen? Oh ja, hé. Die moet om de 10 seconden gaan. Dankzij mijn meerpakjes is het toch wel een heel warme kerst. Het hoofdgerecht is klaar, jongens. Broek vol af. Kijk, ik heb het gehoord en dan doe je het.